18 maart 1380, 14 april 1433. Dat moet voor jou heel bekend voorkomen, deze data. Het is een van de weinige jaartallen die ik ken. Dat is het leven van Lidwina, 1380 geboren in Schiedam en 1433 overleden. Aangeschoven Lidwina, je bent organisator van de processie, zeg ik dat goed? Nee hoor, ik zit wel in het voorbereidingsgroepje en iedereen heeft zo zijn taak. Okay. Dus, 6 mei is er een Lidwina-processie. Verleden jaar dacht ik voor het eerst opgestart, of het jaar daarvoor? In 2015 is het voor het 2015, eerst. Toen was, sorry. Zoals jullie waarschijnlijk nog zullen weten, in Schiedam het Lidwina-jaar. Ja. Dus toen werd het vanuit de basiliek ook uitgebreid gevierd. Er was een tentoonstelling het hele jaar. Allerlei activiteiten. En toen is ook het initiatief genomen om Lidwina-processie te houden door de stad. Ja. Dus in de openbaarheid. En dat is was de eerste keer dat er een processie buiten werd gehouden? Of hoe zat dat? Nou, of het in de middeleeuwen ook al gebeurd is voor de reformatie, dat hebben we niet kunnen achterhalen. Mm-hmm. Maar in elk geval was het voor de eerste keer, nadat de katholieke kerk weer in de openbaarheid mocht verschijnen, worden die processies de laatste jaren ook in andere steden wel gehouden. In Delft bijvoorbeeld heb je de kerk van Maria van Jesse, dus is ook een processie omheen. Ik heb zelf lang in Deventer gewoond, ze hebben ook een keer een processie gehouden door de stad. Dus het is ook een soort demonstratie. Dus als de politie toestemming geeft voor een demonstratie, kunnen ze het ook voor de processie wel doen. Want het mocht niet altijd buiten, hè? Nee, in de tijd van de reformatie waren er maar in een paar steden in de noordelijke Nederlanden processies. Ja. In Laren. De sacramentsprocessie van Laren, die is ook tijdens de reformatie doorgegaan. Okay. En in Soest geloof ik ook nog één, maar verder was het nog wel in Brabant en Limburg, maar niet in de noordelijke Nederlanden, was verboden. Ja. Zo'n processie, ik heb een keertje in Italië zo'n processie meegemaakt en een keer in Maastricht, het zat 6 rijen dik. En het waren mannen die echt iets droegen, moet ik het, dat wordt dit jaar ook weer het geval? Ja, er worden heilige beelden meegedragen in Maastricht, heb je de heiligdomsprocessie. Dus uit allerlei steden worden dan ook. De reliquieën van de heilige, de reliekschrijn met de reliquieën van Lidwina, die wordt ook meegedragen aanstaande zondag. Dat is bijzonder dat ze de kerk verlaten, die reliquieën? Ja, in elk geval eens per jaar. We hebben ook wel eens aan een processie meegedaan in Hasselt. En toen is die reliekschrijn met een bestelbusje daar naartoe gegaan. En met dragers uit Schiedam, die hebben toen meegelopen in Hasselt, in België. Ja. Je vertelde even tijdens ons introductieverhaal dat je had ook wel herinneringen aan deze processie. Maar dat was dan binnen, hè? Ja, in de Frankelandse kerk, hè, de Lidwina-kerk, die in 1967 volgens mij is gesloopt. Ja. Daar had je ieder jaar de Lidwina-novene. 9 avonden trokken wij dan naar die kerk en die kerk zat dan al die 9 avonden stampvol. Ja, je kijkt even verbaasd, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Met mensen die kwamen zingen rond Lidwina, bidden. Iedere avond was er een ander thema uit haar leven wat centraal stond. En er was dan bij de opening van de novene en de sluiting en de zondag die erin viel, was dan een processie door de kerk. Door de kerk? Ja. En ik, zolang mijn communiejurk nog paste, snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, communiejurk. Ja, mocht ik meelopen in de processie met andere bruidjes. Ja. En ik herinner me nog burgemeester Peek, die liep altijd helemaal achteraan in vol ornaat met een grote witte kaars in zijn hand. Ja. Dus, en de verkennerij, de padvinderij liep mee en missienaars, allerlei priesters uit allerlei steden. Ja, ja. En dat liep dan zo door de kerk en dan zongen we Lidwina-liederen. Ja. Ja. Het wordt niet op haar feest, op haar sterfdag gevierd, deze processie. Haar sterfdag is 14 april en die novene was altijd rondom die datum. Oh, oké. Ja. En waarom is het eigenlijk nu 6 mei dat deze processie gehouden wordt? Nou, de feestdag van Lidwina is ook 14 april, maar dat is nu verhuisd naar 14 juni. Ja.
En op een gegeven moment, ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren in 2015 wanneer het toen was. Maar ze hebben uiteindelijk besloten om het altijd op de zondag voor Hemelvaart te doen. Zondag voor Hemelvaart, ja. Okay. Dus het wordt wel een terugkerend iets? Zolang de belangstelling bestaat en de reacties zijn nogal positief. Ja, en er lopen mensen mee en mensen in rolstoelen uit Frankenland, die vinden het ook prachtig om mee te doen. En ik heb zelf ook al een paar keer meegelopen en ik vind het toch heel bijzonder. Ik neem me voor om in stilte te lopen en dan zie je de stad op zijn mooist. Mm. We lopen door de Lange Kerkstraat, op de Lange Achterweg komen we uit bij het geboortehuis van Lidwina, over de Dam, door zo'n steeg en dan kom je uit bij de Oude Katholieke Kerk. Ja, er is halverwege de processie een korte gebedsviering in de Grote Kerk. En dan kom je met z'n allen door de deur zo in die enorme ruimte. Ja. En dan is er orgelspel, dus het is eigenlijk niet te vertellen. Maar nee, je moet gewoon mee. Dat doet je wat. Je moet gewoon meegaan in de stroom. Ja, ja. Maar mogen ook niet-katholieken meelopen die dit gewoon willen ervaren? Jazeker, als ze zich maar eerbiedig gedragen, mag iedereen meedoen. Ja. Nou, ja. Het is natuurlijk wel iets om een keer te ervaren. Ja. Niet wat je zegt, die stilte die zo indrukwekkend is dan. Ja. Nou, niet iedereen is stil, maar ik wil het goed tot me kunnen nemen. Ja. Dus dan moeten andere zintuigen. Dan moet je niet met iemand die naast je loopt een heel gesprek over. Goh, ik heb je lang niet gezien, hoe is het ermee? Nee, en vertel eens. Dus voor een andere. Voor een andere gelegenheid. Ik heb wel het idee dat er heel veel toeristen bewust naar de basiliek komen om Lidwina te eren. Zit ik daar heel ver naast? Ik zie heel veel mensen, toeristen die echt naar binnen gaan. Veel Spanjaarden? Ja. Of? Het is ook wel een beetje te danken aan het Lidwina-jaar. Toen hebben we die tentoonstelling gehad. Dus een hele ruime openstelling. Mm-hmm. En had je ook veel vrijwilligers voor nodig. Gastheren, gastvrouwen. En een deel daarvan is nog steeds actief. Dus op vrijdag en zaterdag kunnen mensen de basiliek bezoeken. Ja. En er wordt wel veel gebruik van gemaakt. En ook de plekken die herinneren aan Lidwina, daar hebben we een mooie rondleiding voor. En een papieren handreiking, zodat ze er toch kunnen weten. Het sterfhuis van Lidwina, is er nog? Zei je dat in de? Nee, dat was op de Lange Achterweg, haar huis. Daar is toen een klooster voor in de plaats gekomen, Leliendaal. En dat hebben de protestanten toen afgebroken. Oh jee. En daar het weeshuis voor in de plaats neergezet. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is echt wel een plek. Dat is de plek waar Lidwina geboren is. Ja. Ja. De basiliek heet trouwens, ik heb het even opgezocht, de basiliek van de heilige Lidwina en onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Dat is een mooie tekst voor een mooie naam voor een basiliek. Dat komt door de fusie, hè? De Lidwina-kerk was een Frankenlandse kerk en die werd gesloopt. Ja. En toen de Singelkerk was de Rozenkranskerk, dus ze hebben die twee namen Mooi. Aan elkaar toegevoegd. Ja. De vertrek is vanaf de basiliek, denk ik. Hoe laat? Om twee uur. Een hele tocht door de stad. En het geheel duurt wel anderhalf uur. Okay. En uiteindelijk is er nog een uur of half vier, kwart voor vier, een kort gebedsmoment in de basiliek. En daarna is iedereen uitgenodigd in de Wilgenburg. Dat is het ontmoetingshuis achter de kerk. Voor soep en een broodje. Soep en broodjes. Dus we hopen dat we tekort komen. Ja. Als soep en broodjes. Mooi initiatief. Succes. Ik hoop dat het een hele mooie. Ja, is het een omgang of zo? Hoe heet dat? Of hoe moet ik dat? Processie. Okay. Het is ook een omgang. Een omgang, processie. Ja, kun je het ook wel noemen. Ja. Ja. Dat het mooi gedragen wordt in stilte. En eerbiedig voor iedereen die aan wil sluiten. Je zegt het heel mooi. Ja. Ik kan het niet beter uitdrukken. Ja. Dankjewel.